Zullen we weer even iets leuks gaan doen, waardoor we elkaar wat beter gaan leren kennen? Zullen we anders eerst even Truth or Dare spelen zonder Dare? Sorry. Ja, dat gaan we inderdaad doen. Truth or Dare zonder Dare met Matthijs. Hoi. Hoi. Dat is gewoon truth. Dat is al duidelijk het idee. Ja, ja, klopt. Maar wij maken er een hele lange zin van. Oké. Nee, jij mag eerst. Ik mag eerst. Ja, jij mag eerst. Hé, wat is het idee? We hebben hier een bakje met levensvragen. Die heeft Rikke ooit heel erg goed zelf bedacht. Gegoogeld. Excuus. En daar moet je gewoon even heel eerlijk antwoord op geven, Matthijs. Oké. Okay. Gewoon echt heel eerlijk, hè? Ja. Niet dat je eromheen gaat draaien, want dat willen we niet hebben. Nee, dat, is wel, dat snap dat, ik. Dat zien we zo. Okay. Zullen we even afspreken dat als we een vraag tegenkomen die we ooit al een keer gehad hebben, daar moet skippen? Ja. Want dan ben ik wel een beetje klaar mee, dus steeds dezelfde vragen. Ja, precies, okay. Ja. En Matthijs, kun jij alvast even een kaartje pakken? Ik moet een kaartje pakken, oké. Okay. Ja. Ik vind dit een heel mooi kaartje. Ik moet hem ook openmaken, neem ik aan. Dat is wel de bedoeling. En ja, voorlezen precies. En antwoorden. Oké. Okay. God, de dagtaak, joh. Wat is de vieste met dubbel S, vieste gewoonte die je hebt? De vieste gewoonte. Oeh, dat vind ik leuk. Ja, hoezo met dubbel S? Dat is toch met dubbel S? Ik zit nou enorm te twijfelen. Ik weet het vieste. Niet. Vieste. Zal ik even googlen? Vieste. Ik denk vieste met één S. Nee. Jawel. Nee, ja. Oprecht niet. Of gewoon, of je schrijft gewoon de meest vieze. Nee, maar vieste overtreffende trap is toch met ste en niet met te. Geen idee. Mikael heeft het antwoord, die heeft net gegoogeld. Ja, ik heb het even gegoogeld. Zo, dat... Nee, wacht. Nee, het is met 1S. Ja. Ja, je lult. Onzetaal.nl. Kijk. Ja, daar moet je sowieso al niet vertrouwen. En daarbij, even vooropstellen, ik heb ze niet getypt. Ik heb ze gecopy-paste. Ja, ja, maar okay, dat zou ik ook maar, zeggen. Nee, maar eerlijk, dat is inderdaad, dat, die maken zoveel tikfouten in die websites. Ja, ik daarom, heb het zelf ook opgezien. Het is echt wel met dubbel S. Maar wat in zekere zin een hele vieze gewoonte is die ik heb, is dat ik iedereen's spelling altijd corrigeer. Nou. Is dat echt? Doe je dat altijd? Ben je zo'n taalnaat? Ja, ik ben echt maar taalnaat. Doe je altijd zo fout als, als nu, zeg maar. Sorry. Nee, maar... Ja, nee, maar echt gewoon, als je echt vies bedoelt als in dat ik mijn handen niet was of zo, dan zou ik niet kunnen bedenken wat voor gewoonte ik heb. Want ik ben juist heel, heel netjes altijd. Nee, oké, maar dat vind ik wel een goeie, dat je iedereen taal corrigeert. Dat is namelijk altijd een ding, hè? Als je met iemand praat, dat je dan... Spaties kan ik ook niet tegen, als mensen te veel spaties gebruiken. Oh. Ja. Wat kijk je nou naar mij? Ja, ik moest even denken aan onze groepsapp van RN7. Daar gebeurt het nog wel eens in. Ja, daar zit ik ook niet in. Bij mij? Nee, niet bij jou. Oh. Ik weet waar je het bedoel. Oké, okay, ja. Oké, okay, laten we daar niet over. Arnie, die was voor jou. Ja. Rick, pak jij een kaartje eruit? Want om het rondje af te gaan, denk ik van ja. Even kijken hoor. Mag ik alvast een doosje? Oh ja, een doosje. Doosje. Prachtige roze emmer. Ja, ik heb... Wat is je favoriete quote? Ja, jezus, favoriete quote. Ja. Nou ja, ik weet niet of het... Weet je, er zijn zoveel quotes. En zeker als je ook kijkt naar bijvoorbeeld de quotes van Roemar of zo. Daar zitten ook best wel leuke quotes tussen. Maar die onthoud ik echt niet allemaal. Maar er is één quote die ik wel altijd onthoud. En dat vind ik ook wel grappig eigenlijk. En die komt uit de videoclip van Telefoon van Lady Gaga. Ja. En die quote is... Once you kill a cow, you gotta make a burger. Of zo. Oké. Wel echt een mooie levenswijsheid. Oftewel, wie A zegt, moet ook B zeggen of zo. Daar komt er eigenlijk een beetje op neer. Er komt een mooie quote van Aristoteles, maar nee. Als je ergens aan begint, moet je afmaken. Als je een koe vermoordt, moet je ook een burger maken. Oké. Nou, dus dat is de gedachte. Diep. Ja. Ik ga er ook even eentje pakken. Oh nee, nou dan moet ik even een kleine toevoeging nog. Want in diezelfde videoclip zijn eigenlijk nog veel beter. Die vind ik wel oprecht mooi. Trust is like a mirror. You can fix it if it's broken, but you can still see the cracks in the reflection. Ah, oh, Mooi. Wat een wijsheden van Lady Gaga. Ja, toch? Ik heb precies dezelfde als vorige week. Hoe kan iemand jouw hart veroveren? Oké. Okay. Heb je een beter antwoord dan vorige week? Nee, nog steeds niet. Oké. Okay. Nee, nog steeds dat zo. Moet je vooral terug in het emmertje doen, krijg je volgende week weer. Oh, dat is een leuke. Wat wordt vaak over jou gedacht wat totaal niet waar is? Die hebben officieel wel een keer gehad, maar doe maar. Nou, ik heb dus heel vaak als mensen mij voor het eerst zien, dat ze mij zien als een heel arrogant, niet aardig persoon. En daar, volgens mij had jij dat ook, toen je mij voor het eerst zag. Heb je wel eens tegen mij verteld? Nee, dat ging niet over jou, dat ging over iemand anders. Oh ja. Maar ik kan me wel voorstellen. Ja, ik zelf ook hoor. Ik kan het zelf ook goed voorstellen. Ja. Maar dat denken mensen heel vaak. Dat ik gewoon niet aardig ben, arrogant. Ja. En weet je niet, een beetje agressief, dat vinden mensen ook, mij ook wel gauw. Misschien een beetje, komt dat door je resting bitch face of zo. Ja, dat zou kunnen inderdaad. Maar ik weet het niet, misschien ook een beetje door mijn kledij. Maar geen idee. Nee, dat niet. Door maar laat even vooropstellen. Dat kan de haar misschien. Ja, dat zou ook kunnen. Maar dat hoort er allemaal bij, Matthijs. Ja, je bent niet arrogant en niet
Nee. Wat had je nog meer? En agressief, agressief en gevaarlijk. En dat nog dat wel. Maar nee. Arrogant, nee. Nee, qua innerlijk ben je echt een poedeltje. Ja, dat is wel zo, hè? Ja, nee, dat is wel heel aaibaar. Ah, nou, wat leuk om te horen. Dankjewel, Rick. Ja, ik moet toch een beetje leuk radio maken. Tot zover. Hoef niet altijd de waarheid te zeggen. Oké, nou, lekker hoor. Oh my god, what's happening? Oh, zo, ik wist niet dat er geen intro bij zat. Nou, bij deze. Like 3, 4,000 times, but that's a lie.